2023 was misschien wel het beste gamejaar ooit. En ook voor 2024 staan er een heleboel mooie Nintendo Switch games klaar. En in deze video laat ik jou de 10 games zien waar ik het meest naar uitkijk in willekeurige volgorde. Dus doe snel een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal als je van Nintendo houdt. En laat in de reacties weten naar welke game jij het meest uitkijkt. Mario! Here we go! The rivalry that heated up on the Game Boy Advance system reignites on the Nintendo Switch system. Een van de games waar ik het meest naar uitkijk is Mario vs. Donkey Kong. En wisten jullie dat Mario vs. Donkey Kong vroeger een van de allereerste games van Nintendo was? Vroeger had je namelijk deze apparaten. En daar stond maar één game op. En één zo'n apparaat was dus een Mario tegen Donkey Kong apparaat. Hij heette eigenlijk gewoon Donkey Kong. En Mario was het figuurtje wat erbij hoorde. Nu hebben we natuurlijk veel betere graphics. En de oude rivaliteit tussen Mario en Donkey Kong gaat weer helemaal los. We moeten puzzels oplossen. Onze platformvaardigheden worden op de proef gesteld. En je moet proberen om alle mini-Mario's terug te halen. Want Donkey Kong heeft alle mini-Mario's uit een winkel gestolen. Deze game kan je alleen spelen, maar ook met z'n tweeën. En zo kan je samen met een vriend of familielid misschien wel nieuwe routes vinden om de lastigste levels te voltooien. Ik hou van games die net even iets anders doen dan andere games. En Mario vs. Donkey Kong is zeker zo'n game. Welcome to the land of Mojo. Een game die ook echt iets anders doet dan andere games is The Plucky Squire. Deze game combineert namelijk een getekend steltje heel erg lekker met een 3D-wereld. Jij bent een squire, oftewel een schildknaap. En je reist door het land van Mojo. Dat doe je in een boek. Maar op een gegeven moment spring je uit dat boek en beland je opeens in een hele vette Toy Story-achtige 3D-wereld. En hierdoor lijken het gewoon twee verschillende games in één. Opeens is de wereld niet meer plat, maar volledig 3D. En ook in die 3D-wereld zijn weer platte delen. Ik verwacht dat dit misschien wel de beste avonturen-game van 2024 gaat worden. De game komt overal op uit, op de Xbox, PlayStation, PC en natuurlijk ook op de Nintendo Switch. Want daarom staat hij in dit lijstje. Paper Mario The Origami King is misschien wel een van de beste series op dit YouTube-kanaal. En op 22 maart 2024 komt Paper Mario The Thousand Year Door naar de Nintendo Switch. De originele game is uitgebracht op de GameCube. En volgens veel mensen was dit misschien wel de allerbeste Paper Mario game die er bestaat. En binnenkort is die dus ook speelbaar op de Nintendo Switch. Mario en Princess Peach raken verzeild in een zoektocht naar een mysterieuze schat. En ja hoor, Peach wordt gekidnapt. Maar dit keer niet door Bowser, maar de zogenaamde X-Nauts. Het steltje van de Paper Mario games is inmiddels wel bekend. Alle figuurtjes lijken op papierfiguurtjes. En in de tussentijd gaat Mario op zoek naar kristallen sterren en moet hij allerlei vijanden verslaan in zogenaamde turn-based battles. Dat doet hij niet alleen, hij krijgt natuurlijk ook hulp. En dat is hulp uit een hoek die je misschien niet zou verwachten. In 2005 heeft Paper Mario The Thousand Year door de Roleplaying Game of the Year Award gewonnen op de Interactive Achievement Awards. Dus we weten sowieso zeker dat dit een hele goede game gaat worden. Ik kan niet wachten om deze ook weer lekker te gaan spelen. De volgende game is niet de kleine zeemermin. Dit is Another Crab's Treasure. Op de bodem van de zee leeft een krab die bewapend is met een kleine vork. Op zijn avontuur komt hij nog veel grotere krabben en kreeften en andere zeemonsters tegen die hij moet verslaan. Hij klimt en klautert over bergen om zich onder water voort te bewegen. En ondertussen worden de krabben en kreeften steeds bozer. Het ziet er misschien vrolijk en simpel uit, maar de uitgevers noemen dit zelf een Souls-like game. En eigenlijk zegt het dat het gewoon knettermoeilijk is. Het is niet alleen maar vechten en mappen. Nee, deze krab heeft allemaal skill trees tot zijn beschikking om hem zo sterk mogelijk te maken en nieuwe aanvallen te leren. Dit lijkt me echt een heerlijke game om te livestreamen op Twitch. Dus volg me daar ook als je dat nog niet gedaan hebt.
Zeg je 2D action adventure platform games? Dan zeg je niet Prince of Persia The Lost Crown. Maar toch lijkt dit een hele vette game te gaan worden. En hij komt al op 18 januari uit, dus je kan er snel mee beginnen. De meeste mensen kennen Prince of Persia waarschijnlijk van de 3D games op de GameCube. Maar Prince of Persia begon in 1989 toch wel echt als echte 2D game. In die tijd was het een van de beste en tegelijkertijd moeilijkste games om te spelen. En in 2024 gaat Prince of Persia met The Lost Crown dus terug naar zijn roots. Het tempo ligt een stuk hoger. Onze prins kan natuurlijk veel meer aanvallen doen en op verschillende manieren springen door de levels heen. En het ziet er toch allemaal net even een stukje mooier uit ook natuurlijk. De prins van Persië kan de tijd controleren. Dat kan je gebruiken in je combat en voor je platform skills. En met de dodelijke combo's moet je mythologische wezens zien te verslaan. Dat doe je in verschillende gedetailleerde biomen met hun eigen identiteit en wonderen. Dus bereid je voor op een episch avontuur. En als ik zeg Metroidvania, dan denk je natuurlijk aan een Metroid game. En nee, we gaan het nu niet hebben over Metroid 4, die waarschijnlijk niet in 2024 komt. Ik wil het hebben over Hollow Knight Silksong. Want de Hollow Knight games hebben zich een plekje verworven tot een van de beste Metroidvania's in de wereld. En als jij Super Metroid Dread van Nintendo vet vindt, dan ga jij Hollow Knight ook heel cool vinden. Fans kijken al heel lang uit naar Hollow Knight Silksong, het allernieuwste deel in deze serie. En ook met deze games begeef je in een 2D-wereld. Het leuke aan Metroidvania games is dat de wereld eigenlijk de game maakt, samen met de combat. Je moet continu op zoek gaan naar nieuwe geheimen en nieuwe krachten in de wereld, waarmee je weer andere deurtjes kan openen, waardoor je nu net weer even verder kan waar je normaal nog niet doorheen komt. En je zou het niet verwachten, vaak hebben Metroidvania's toch ook nog best wel een aardig goed verhaal. Er is nog geen exacte release datum voor Hollow Knight Silksong, maar ik weet zeker dat veel van jullie deze game leuk gaan vinden. Luigi's Mansion 2 HD. Luigi's Mansion 2 HD. Het origineel van deze game is natuurlijk uitgebracht op de Nintendo 3DS. En we weten ondertussen allemaal waar dit over gaat. Onze anti-held Luigi is bewapend met een stofzuiger en hij moet spookjes op gaan zuigen als een echte Ghostbuster. In deel 2 doet hij dat in Evershade Valley. Een plek die bol staat van bovennatuurlijke krachten. Eigenlijk wil Luigi helemaal niet hier naar binnen, maar hij doet het toch. Groene spoken, blauwe spoken, rode spoken en hele bijzondere spoken. Ze komen allemaal langs en Luigi moet ze verwijderen uit dit spookhuis. Voor mij is Luigi's Mansion 3 een van de beste Nintendo Switch games en ik ben benieuwd of datzelfde gaat gelden straks voor Luigi Mansion 2. Ik kan in ieder geval niet wachten om mijn stofzuiger weer uit de kast te halen. The first three Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. Tomb Raider 1, 2 en 3 worden ook geremasterd naar één collectie. Ja, misschien moet je even aan je vader of moeder vragen of zij dit vroeger gespeeld hebben, want zij vinden dit waarschijnlijk heel vet. Lara Croft krijgt weer te maken met dinosaurussen en donkere cryptes. En ja, vroeger zag het allemaal nogal puntig uit. Maar alle punten zien er in ieder geval wel iets mooier uit in deze remake. En Lara Croft, die heeft helemaal een flinke makeover gekregen. De collectie van Tomb Raider 1, 2 en 3 Remastered komt uit op 14 februari op Valentijnsdag. Niet per se een romantische game, maar ik hou hem in de gaten. We hebben nog twee games te gaan. En de eerste van die twee games is Little Nightmares 3. Ja, ik moet toegeven, dit is geen game voor de allerjongste gamer. Die komt hierna. De Little Nightmares games die zijn een beetje duister. De titel zegt het natuurlijk al. Kleine nachtmerries. En je speelt hier ook een heel klein figuurtje. In een hele grote wereld. Het zijn hele mooie games met hele mooie schaduwen en toffe lichteffecten. En eigenlijk zijn de bazen waar je tegen moet vechten grote angsten. Maar gelukkig hoef je dat in deel 3 niet alleen te doen. Voor het eerst kan je deze ook helemaal met z'n tweeën spelen. Little Nightmares 3 is een puzzelplatformer en misschien wel een van de beste ooit. En een van mijn grootste angsten zijn poppen. Nou, hier zie je dus een pop lopen die over de wereld uitkijkt en naar je toe gaat grijpen met de kleine babyhandjes. Ik zou deze game niet aanraden aan iemand onder de 12, maar zelf kijk ik hier heel erg naar uit. Want ik vond deel 1 en 2 ook super tof. Yeah.
En dan komen we nu aan bij de laatste game in deze top 10. En dat is natuurlijk Princess Peach Showtime. Ik kon me eerlijk gezegd niet herinneren dat Princess Peach ooit een keer haar eigen game heeft gehad. Maar in 2005 is Super Princess Peach voor de Nintendo DS uitgebracht. En nu is daar dus Princess Peach Showtime. De game verschijnt op 22 maart. En in deze game gaan Princess Peach en haar vrienden naar het Sprankeltheater om een voorstelling te bekijken. Maar dit gaat helemaal fout en Princess Peach moet de voorstelling en de hele boel redden. Daarvoor krijgt Peach allerlei krachten van Stella, de beschermer van het theater. En ze verandert in een heuse zwaardvechter met immens goede zwaardvechter skills. Maar dat is nog niet alles. Ze kan ook veranderen in Detective Peach die mysteries kan onderzoeken. Of in een prinses die heel erg lekkere taarten kan bakken. En volgens mij wordt dit een hele leuke, vrolijke en kleurrijke Princess Peach game. En laten we eerlijk zijn, Princess Peach verdient ook gewoon haar eigen game. Want Princess Peach is geweldig. Dit waren de 10 games waar ik het allermeest naar uitkijk voor 2024. Laat even een duimpje achter, abonneer en laat me vooral ook weten dus naar welke game jij het meest uitkijkt in de reacties. Mazzel!